TV-journaliste Angela de Jong schrijft 5 keer per week een column voor Het AD. Vandaag heeft ze het over de talkshow Bo. Er mochten volgens Angela namelijk een aantal complotgekkies feiten vrij uitweiden over de coronacrisis, aangezien presentator Bo van Nervendorens geen weerwoord paraat had. Bo bespreekt de coronacrisis. In haar column bespreekt Angela de Jong een uitzending van Bo. Er mochten volgens haar 3 mensen leeglopen over de coronacrisis, zonder dat presentator Bo van Nervendorens hun feiten kon weerleggen. Uiteraard vindt de tv-journaliste daar dingen van. Angela begint haar column met de introductie van de eerste complotgekkie, Willem Engel, die meent dat het RIVM het allemaal fout doet. Er was echter geen touw aan zijn onderbouwing te knopen. Om het gelijk van al zijn inzichten te bewijzen, jong leerde hij verbaal zo behendig met wetenschappelijke termen en onderzoeken dat ik het u niet meer kan navertellen, aldus Angela. T-krantje van de Club van Complotgekkies. Engel was echter niet het enige lid van het T-krantje van de Club van Complotgekkies. Ook Doe maar lid Ernst Jans deed een duit in het zakje. Volgens Angela kan hij het beter bij zingen houden in plaats van te oreren over de lage sterftecijfers in landen zonder lockdown en het gebruik van zink tegen corona. Ten slotte noemt Angela Michael Schatz, die meent dat de echte feiten op tafel moeten komen. Een opmerking waar de tv-columniste het van harte mee eens was. En daarmee komen we bij de crux van de column. Bo kon de complotgekkies namelijk niet pareren. Ik kan geen een van die feiten weerleggen, want ik ben geen kenner. Daarom vraagt Angela zich tenslotte hardop af of Bo zelf wel tevreden is geweest over zijn aanpak. Bo lag eerder vandaag trouwens ook al onder vuur. Kijkers waren namelijk niet te spreken over zijn roekeloze actie met een eikenprocessierups. Ook Angela kwam eerder vandaag al voorbij. Albert Verlinde noemde haar naar aanleiding van haar licht racistische column namelijk een zielige mevrouw. Albert meent dat Angela net als Johan Derksen wel wat meer aandacht verdient.